Het is dinsdag 21 april. Ik leg jullie vandaag de dagplanning uit. Kijk maar even mee. Je gaat beginnen met het rijtje spelen. Bladzij 23. Alle woordjes die we hebben geleerd door elkaar. Eerst rustig samenlezen, daarna zo vlug mogelijk nog een keer. Je herhaalt in het leesboek bladzij 8 en bladzij 10. En voor de drie sterleerlingen bladzij 9 en bladzij 11. In het werkboek maak je bladzij 30 en bladzij 31. En bij schrijven ga je hier luisteren naar wat mama of papa zegt. Die woorden schrijf je op. Prei, duim, klei, muts. En hieronder schrijf je bes, berg, broek en zwart. En als je dat hebt gedaan, bruin. En als je dat hebt gedaan, kun je deze woordjes nog overschrijven. Met spelling gaan we weer verder met het verhaaltje over de uil. Kijk nog maar eens mee op het digibord. Die prachtige uil heeft zo last van zijn klauwen. Wat zielig, straks valt de stakken of flauw. Laura eet graag rauw, dus niet warm nog van nauw. Met saus gemaakt van druppeltjes blauw. Jos is niet blauw, weer een tikkeltje grauw. Maar als je dat opmerkt, dan krijg je een snauw. Als ik vettigheid kou, wordt mijn bloed veel te nauw. En dat doet auw. Dus stop ik maar gauw, dus stop ik maar gauw. Stop ik maar gauw, stop. Nou, veel succes vandaag met de dictée ook nog erbij. En tot morgen.